Oké, daar ben ik weer. Cool. Opname is afgelopen. Ja. Bij jou loopt het nog door? Of? Bij mij loopt het nog door, ja, zoals altijd, ja. Ja. Dat maakt me niet uit. Maar ja, ik ga toch niet meer lang blijven, want ik kan bij, mijn moeder gaan zitten en haar een beetje gezelschap geven vanavond nog. Dus. Ja. Ja. Maar ik vond het ontzettend leuk, Perry. Wel, hè? En ik moet eerlijk zeggen, dat is mijn mening over zo'n dingen, en dat mocht ik gerust nog later mee bijnemen. Deze bijeenkomsten die wij doen, zo afgesproken van tijd, wanneer, maar voor de rest spontaan wat het onderwerp aangaat, en dus gewoon een conversatie met elkaar hebben, unscripted, aan praten zijn over deze verschillende onderwerpen, dat vind ik de meest oprechte uitzendingen die je überhaupt kunt doen. Ik snap het. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind het zelf ook heel erg lekker. En dan aan de andere kant. Ja. Dat wilde ik jou ook zeggen. Want ik dacht van, we gaan de geschiedenis afwerken. We beginnen met alles wat de Jezuïeten gedaan hebben. Vanaf dat ze begonnen zijn. En Abraham Lincoln. En dan krijg je John F. Kennedy. En de Vietnamoorlog. En ik zat er dus over na te denken, eigenlijk is het gewoon een beetje deprimerend. Neerdrukkend. Als je alleen maar die rare dingen op een volgorde zet. En wat ik dan leuk vind, is, en dat kan jij ook hartstikke goed, je pikt er een paar uit en je lacht erover. En dan leren mensen toch dat er dingen aan de hand zijn, zonder dat ze in paniek raken. Deze laatste zin was voor mij goed. Dus je moet mensen in de gaten laten krijgen dat er iets aan de hand is, en ze mogen niet in paniek raken. Want dan hebben we nog meer scheid. Zo zie ik de prediker, de trooster, van tegenwoordig. Maar dat lukt prima. Ik heb er nog geen enkele klacht gehoord over een uitzending tussen jou en mij. Eerder nog, op mijn stukje van het YouTube-kanaal zitten we boven de 20. En dat is voor Nederlands, voor het Nederlands taalgebied, geen stomme score. Hè? Bijvoorbeeld de Engelstalige, daar ga je dus richting 40 keer zoveel of zo. Dus op zijn Engels hadden onze uitzendingen dus 800 views gehad of zo. Hebben we een Engelse uitzending gedaan of wat? Oh, nee, dat hebben we niet gedaan. Maar als ik dat vermenigvuldig. Ah zo, je bedoelt indien wij dat gedaan zouden hebben? Ja, als wij Alex Jones waren, zullen we zeggen. Of Want het zijn weliswaar, dat gaat op mijn stukje heb ik er 20, maar we hebben ook wel richting de 200 gescoord. Maar dat had jij zelf geüpload. Op mijn kanaal is de laatste, die ik 2 dagen geleden geüpload heb, 116 keren. Die daarvoor van Daniel Nege van een week geleden 136 keren bekeken. Mm-hmm. En dat allereerste, Eric John Phelps en Lorenzo Ritchie, dat dingen. Dat is nu een maand geleden 178 keren bekeken. Maar weet je, mij komt het in feite niet erop aan hoeveel keren dat bekeken wordt. Ik laat mijn video's over het algemeen 2 of 3 dagen liefst staan voordat ik een nieuwe upload. Mm-hmm. Maar ik heb zoveel video's die ik moet hoogladen en zo weinig dagen in het jaar maar. Dus af en toe moet ik er ook eens een keer een beetje shorter gaan, hè? Korter gaan. Hè? Dus ik heb in de afgelopen 6 dagen 4 video's opgeladen. En mijn volgende video komt zaterdag uit en ik ben nog aan het denken of wel gaat dat de 11e deel van Verhersen van het Kwaad worden, dat ik al gedaan heb, kapitel 24, The Mark of Cain. Uh-huh. Of het gaat worden de laatste deel van, hoe noemt dat weer, van Babylon naar Rome, van dat boek van Alexander Hislop. Ja. De samenvatting daarvan, een van de 2 gaat het worden zaterdag. Prachtig. Ik luister alles van jou, hoor. Wat vond je van het gedicht Teufelskind?
Dat is een specifieke vraag. Daar weet ik niet precies een antwoord op. Maar hey, dat is een video van nog geen 2 minuten. Aha. Over het gedicht over den duivel. Alleen over Ignatius van Loyola eigenlijk. Mm-hmm. Ik zal je die linkje nog een keer sturen en kunt het nog een keer kijken. Teufelskind. Kunnen we een keer zeggen wat je daarvan vindt. Dat is uit een boek van Georg Griesinger, die een boek over de Jesuiten geschreven heeft. Dat in Duits en Engels, ik op mijn kanaal, op mijn computer heb, dat ik ook nog ooit eens een keer zal lezen. En daar is dit gedicht uit over de geboorte van Ignatius van Loyola. Schitterend, moet ik gewoon eens beluisteren. Het is minder dan 2 minuten lang. Ben je hem nu aan het sturen? Want ik ben nog... ik neem nu niet meer op. Op Skype heb ik hem gestuurd hier. Oké. In onze conversatie, zie je dat niet? In onze chat op Skype. Ik zal hem opslaan. Dus. Maar goed. Hartstikke bedankt voor het leuke gesprek. Ik heb een jongen ontmoet. En die kwam ook uit Hamburg. Aha. Ja. Daar komen veel mensen uit Hamburg, ja. Ja, precies, ja. Een jonge jongen, hè. Die was 24 of zo, of 28. Mm-hmm. En ik was met hem aan het praten. En toen sprak ik mij uit over de Reducciones. Mm-hmm. De Reductions. De Reducciones van Paraguay, ja. Ja, exact, ja. Mm-hmm. En toen gebruikte ik de frase... Concentrationslager. Mm-hmm. En toen werd ik bijna van het terras afgetrapt. Er was gewoon iemand die was zo ontzettend kwaad. En die zei, hou je bek. Flikker op. En die pikte dus echt. Ja, ik drink gewoon alcohol. Dat is niet de verstandigste gewoonte, maar ik doe dat wel. En die pikte mijn jenever af. Oh, je moet wegwezen. En aan alle andere bargasten die zeiden van, hallo. Waarom? Omdat je dat woord concentratiekampen gebruikt over. Concentrationslager. Ja. Ja. Ja, gewoon die frase. Ja, je moet het maar zeggen. Ja, het was al zo in Paraguay. Hmm. Arbeid macht vrij. Ja, de eerste concentratiekampen werden gebouwd door de Engelsen in Zuid-Afrika. Hmm. Wat er allemaal gebeurd is. En dat zijn dus persoonlijke dingen. En dan merk je gewoon dat iedereen aan het trillen is. En dat is wat ik voel. En iedereen voelt een soort van, dit kan niet langer zo. Je moest dus weten wat we hier hebben in Nederland. Hebben meegemaakt met Marianne Vaatstra. Daar weet je nog niet alles van. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar we hebben ook nog een Joris Demmink. En die Doris Demmink is secretaris-generaal geweest van justitie. En die lul, die heeft dus gewoon gezegd van... Nou, ik heb mogelijk iets te jonge pooiers geneukt. Want als ik geil ben, dan wil ik gewoon seks. En dan vraag ik niet aan een ID-pasje. Die Doris Demmink heeft... Dat is het einde van het recht in Nederland... Joris Demmink heeft gewoon gezegd, ja, ik heb gewoon graag seks met jonge homo's. Dat mag. Dus je mag gewoon secretaris-generaal van justitie zijn in Nederland. En je bent een homo. En je wil graag jonge homo's neuken. Je kan ook wel bejaarde homo's gaan neuken, maar dat wou hij dus niet. En die heeft gewoon onder de 18 geneukt. Dat is een misdrijf. En iedereen zit hier een beetje patat met pindasaus te eten. Dus het is Marc Dutroux al over. Er is helemaal geen wet. Perry, of dat een misdrijf is of niet, daar wil ik mijzelf niet over uitspreken. Ik ga dat gewoon heel simpel met de Bijbel gaan beantwoorden. Dank u. En de Bijbel zegt dat elke seks buiten het huwelijk hoererij is. Ach, dit is raak, man. En wat is een huwelijk? In de Bijbel is de huwelijk de verbintenis tussen een man en een vrouw.
Absoluut. En elke seks buiten deze verbindenis tussen die ene man met zijn ene vrouw en die ene vrouw met haar ene man, elke seks daarbuiten is fornication, hoererij. Of dat dat met kinderen is, met dieren is, met mannen of vrouwen, ja. Dus personen van hetzelfde geslacht, speelt allemaal geen rol. Is alles hoererij. Met andere woorden, achter je lul aanlopen is zondige. Zo simpel is het. En daar zijn dan misschien gradaties van. Als het met kinderen is, het erger als met anderen. Ja, oké. Maar uiteindelijk is toch gelijk dat jij gezegd hebt een tijd geleden. We zijn toch allemaal kinderen. Ja. Het is toch niet omwille van nee, dat dat zei wij. Jij. Het is jij toch niet. Het is toch niet omwille van dat wij in één keer 18 jaar zijn, dat we minderwaardigere kinderen zijn. Oh nee, maar als ze 18 jaar zijn, hey, dan mogen ze het legeren en dan mogen ze sterven voor het land. De dag voordat ze 18 zijn, mocht er dan niet aankomen, maar vanaf dat ze 18 zijn, zijn ze vrij wild, of wat? Oh. Snapte jij deze schizofrenie in het denken van de mensen? Ja. Snapte jij dat? Ik snap dat niet. Ik. En dat is iets wat in onze maatschappij is. We hebben geen moraal meer. We hebben geen moraal meer omdat we de Bijbel niet meer hebben die ons moraal leert. En natuurlijk vind ik het erg over de pedofielen. Mijn vrouw heeft mij verlaten voor een pedofiel. Ik heb me moeten aanzien hoe dat mijn zoon jarenlang daar gewoond heeft met een pedofiel, bij een pedofiel onder het dak. Ik heb een kennis, Bridget York, met die ik nu terug contact kan opnemen, die ik enkele jaren geleden al heb leren kennen, via Alan Lamont in den tijd, die verkracht geweest is door die regisseur Roman Polanski. Wat? Jaren Nog geleden. Een keer. Zij is een Nog model. Een keer overnieuw. Nee, ik nou, ja, even maar, overnieuw. Luister, die opname Roman is altijd. Polanski? Gebruik dat maar. Roman Polanski, ja, heeft haar verkracht. En haar niet alleen. Hij heeft veel mensen verkracht. Maar onder andere haar. En zij was een model in den tijd. Schone vrouw, nog altijd. Maar wel verkracht. Was in duivelse circuits terechtgekomen. Ja, als je mensen als Roman Polanski kent, dan weet je wel waar je terechtgekomen bent. Ja, maar hoe heette die vrouw ook alweer? Bridget York. Richard York. Bridget York, ja. En ze woont in Parijs. En die heeft me dat in de tijd verteld. En die is ook heel veel bezig met pedofilie en dergelijke dingen aan te klagen en zo allemaal erop en eraan. Dat vind ik allemaal fijn. Maar we mogen één ding niet vergeten. De Bijbel zegt dat elke seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw hoererij is. Punt ja. uit. Dat is gelijk iemand die zegt dat hem homoseksueel is. Iemand is niet homoseksueel. Iemand is een zondenaar en heeft het niet erkend dat hem een zondenaar is. Die zou eens een keer dringend Romeinen 1 lezen. En die zou eens een keer ganz dringend het tweede gebod lezen. En dan kan veel problemen opgelost worden. Weet je dat probleem? Probleem wou ik dus zeggen. Den punt is, God kan alle problemen oplossen. Wij willen alleen niet naar hem luisteren. Klopt. Nu ga ik dat afsluiten en ik kan je deze opname ook nog sturen en je mag dat erin werken als je dat gesprek. Wilt. Hè? En dan zien we elkaar een van deze dagen misschien nog een keer, Perry. Danke. Ik dank Tschüss. U. Vond het heel aangenaam. Danke. Tschüss. Tot de volgende. Jo. Tschüss. Op zijn hamburgers. Op zijn hamburgers. Of hamburgers. Tschüss. Ja.